Dankjewel. Hoe lang is het lopen naar dat... Kwartier. Oh, naar dat restaurantje? Ja. God. Een telefoonnummer van ze. Dat is nu wel verschil. Kunnen ze ons niet komen ophalen daar? Bezorgd de stroom en warm chocomel. Maar dit kan wel een gezellig hokje worden zo. Het is al gezellig. Het uitzicht op zee. Het is nu echt op figuurst, geloof ik. Tenminste, dat hopen we. Laten we hopen. Jezus Christus, ik wil het nog even. Maar ik zat hier droog. Na het weekend ook niet. Heb je het zich opgehaald? Ja, het is koud en we hopen dat dit de slechtste dag van de hele Oerol-periode is. Hij ook alweer opwindend weer. En, wat is het? Wat vind jij van het weer? Ik vind het minder. Ik hou er al van. Ja, ik kan de andere dingen altijd weer meevallen volgende week. Maar als de vogels komen er af op dit weer. Witte kwikstaart. Ja, kleine mantelmeel, grote mantelmeel. En wat voor geluid maakt die? Kwikstaart is lastig, die kan ik niet nadoen. Oh. Nee, daar heb ik fluitjes voor. Ja, zoiets, ja. Ja. Mooi. Wat voor behandeling? Kwikstaart. Ja. Wat voor behandeling? Het is een medicijn voor. Ja, de medicijn. Maar welke vogel kan je nou het beste nadoen van alle vogels? Ja, dat vind ik een hele lastige. Ja? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Wat is welke is je specialiteit? Ja, die heb ik eigenlijk niet. Ja, die heb ik dan, maar heb ik een fluitje van nodig. Oh. Kan je daar genezen zonder fluitje? Nee, ik kan niet denken. Ja, grutto. Grutto. Ik heb echt later een gesprek met hem. Ik heb laatst een goed gezien in de auto.